Dag Bert, jij bent acteur, regisseur en je beheert een eigen radiostation, Radio BVG. Waar staat dat voor, Bert Vergerven? Dat klopt helemaal, Radio Bert Vergerven, ja. Over de hele wereld te horen. Over de hele wereld te horen, ja, dat klopt. Ja, met muziek uit de jaren 50, 60 en 70, dus mijn puberteit. Aha, krijg je veel reacties uit de hele wereld? Nou, dat valt wel mee hoor. Maar ik kan wel zien dat er dus vanuit verschillende landen gereageerd wordt, dat er bekeken wordt. Welke landen? Van de week Moskou, Parijs, Dublin, Amerika. Ja, overal waar het internet is kun je dus beluisteren. Mm. Dat is niet vlak bij de deur. Nee, dat klopt. Mm-hmm. Bert, je hebt altijd heel veel theatergroepen geregisseerd. In 2017 besloot je om een film te gaan maken. Waarom die stap? Ja, nou, theatergroepen, dat liep wat af. En ja, bloedkruip waar ik niet gaan kan, dus ik wilde toch wel iets doen. En ik liep eigenlijk al een tijdje rond met om een film te maken. Mm-hmm. En nou ja, ik woon hier ook al een jaar of 30 in de Haagse Beemden, dus ik dacht, ik moet dan ook wel iets met de Haagse Beemden te maken hebben. Ja, want de titel is Het geheim van de Haagse Beemden. Dat maakt nieuwsgierig. Waar gaat het over? Ja, dat is geheim. Ja, het geheim van de Haagse Beemden, dat gaat over een man, mm-hmm, die in de film voorkomt. En ik heb als basis voor de film heb ik legendes gebruikt die over de Haagse Beemden bekend zijn. En nou moest ik op een gegeven moment, ik moest die verschillende legendes, mm-hmm, die moest ik aan elkaar, die moesten een verbintenis hebben, die moesten aan elkaar geplakt worden. Mm-hmm. Dus ik moest eigenlijk een figuur hebben die in al die drie die films voorkomt. Als verbindende factor. Als verbindende factor, ja, precies. Dus uiteindelijk zijn er drie films of drie legendes gebruikt. Ja. Die dus totaal de film maken. En die figuur waar ik het over heb, ik ga niet verklappen wie het is, want dat is geheim. Maar die komt dus in alle drie stukken voor. Omdat het gaat over legendes, is het iemand uit de geschiedenis. Mm-hmm. Maar die wel in deze tijd ook voorkomt. Legendes en sagen. Hè? Breda heeft een hele rijke historie. Ook deze wijk natuurlijk. Was jij nou altijd al geïntrigeerd en geïnteresseerd in spannende legendes, verhalen van deze streek of heel Nederland? Ja, ik heb een aantal boeken liggen hier die ook over legendes van Breda gaan. Hè? Dus niet alleen van de Haagse Beemden, maar ook over Breda. En ik vind dat leuk om te lezen. Mm-hmm. En die legendes uit de wijk, uit de Haagse Beemden, zijn dat dan verhalen die overgeleverd zijn, hè? Mondeling? Of moet je daarvoor echt naar op zoek? Naar bibliotheken, naar vergeten boeken, geschriften, bladen. Hoe kom je aan die verhalen? Nou, de Beekon die heeft een website en er staan 12 legendes van de Haagse Beemden op. En daar heb ik er dus drie uit gekozen. Mm-hmm. En de bekendste, dat is het geheim van de schat van het heksenwiel. Mm-hmm. Die is, ik denk dat het een vrij bekende legende is. En die heb ik dus natuurlijk ook gebruikt om als eerste aan te pakken. Spannend. Je hebt gefilmd op hele mooie locaties in en ja, vlakbij de Haagse Beemden, bij de wijk. Was dat eenvoudig om daar te mogen filmen? Hoe kom je aan een locatie? En vooral als het een bijzondere locatie is. Hè? Als je een mooie historische ruimte wil gebruiken om in te filmen. Ja, nou Martin de Wild, dat was productieleider en die heeft heel veel locaties opgezocht. Nou, Martin is iemand die de wijk door en door kent. En ik heb het idee dat ze ook al die legendes van de Haagse Beemden uit haar hoofd kent. Mm-hmm. En dus daar heb ik heel veel aan gehad. En zij heeft ook gezorgd
verschillende locaties waar we konden filmen. Mm-hmm. Het leuke is dat de acteurs zoveel mogelijk het dialect van de streek spreken. Heb je ze daarop uitgekozen tijdens de casting? Nou, bijna alle spelers die komen uit de wijk. Aha. En dat was natuurlijk de opzet, hè, dat ik een film zou maken met bewoners uit de wijk. Ja. En voor de wijk. En dus op een enkele naar zijn dat allemaal bewoners hier uit de wijk. Dus ze spreken automatisch ook de taal hier uit de wijk. En heb je nog overwogen om ze oud-Nederlands te laten spreken? Nee, dat heb ik niet overwogen. We hadden eigenlijk al genoeg om de film zo te maken zoals we dat wilden hebben. En als je daar ook nog aandacht aan zou moeten besteden, dan had je dus echt cursussen moeten gaan geven. Ik denk het ook, ja. Ja. Op 18 juni 2017, toen ging de film feestelijk in de wijk in première. Ja. De spelers waren ineens wijksterren. Ja. Ze mochten via de rode loper naar de zaal. Was je tevreden over de reacties? Ja, zeker. Ja, er waren hele leuke reacties op gehad. En ja, dat is altijd leuk om te horen natuurlijk van mensen die het waarderen dat de film gemaakt is. En ik vond het ook heel leuk dat er mij opnieuw gevraagd is om de film nu opnieuw te presenteren. Mm-hmm. Ja. Ja, want je hebt een aantal keren de film ook vertoond. Allemaal volle bak. Ja. Hoe ging dat? Dat ging eigenlijk vanzelf. Want publiciteit maken en dus mensen stonden te trappelen om de film te zien. En de film wordt nu vertoond in de inloopverbinding. Nog gedacht aan een drive-in bioscoop, buiten, gezellig, een zwoele zomeravond. Ja, dat zou een goed idee zijn. Ja. Op zijn Amerikaans. Ja, op het grasveld en tegenover de verbinding. Uh-huh. Hm. Een vraag die bij veel mensen reist. Komt er nog een vervolg? Op de film, nou ja, ik heb de neiging om te zeggen van niet, maar zeg nooit nooit. Mm-hmm. Wie weet gaat het weer kribbelen en komt er weer een keer een nieuwe film. Maar er zijn op dit moment geen plannen voor. Mm-hmm. Want je bent wel met een theaterproductie bezig. Ja, dat klopt. We gaan... Vertel. Nou, na de zomervakantie dan gaan we de voorbereiding doen van een nieuw toneelstuk. Waarin ik verschillende disciplines uit de wijk van dans, muziek en toneelspelers bij elkaar wil brengen. Mm-hmm. Dus in één toneelstuk. En ik wil dus ook dat het toneelstuk opgevoerd wordt op verschillende plaatsen in de wijk. En dan vanaf januari zal er gerepeteerd worden. Mm-hmm. Maar na de zomervakantie dan gaan we werving doen en de plannen goed op stapel zetten. Spannend. Je hebt nog niet zo lang geleden veel succes geoogst als acteur op de planken. Vertel daar eens wat over. De laatste keer dat ik op de planken heb gestaan, dat was, even kijken, dat is nu 2021, dat was 2019. Mm-hmm. En het was, dat was heel leuk. Dat was een stuk wat over de oudere mens ging. Ja. Timecasting. En het ging eigenlijk over de vooroordelen die mensen hebben over oud zijn. Mm-hmm. Van, die zitten achter de geraniums. Ja. Het stuk heette ook geraniums. Ja. En het leuke daarvan was dat er ook mensen van de hogeschool zijn uitgenodigd om te komen kijken. Mm-hmm. Dus dat waren mensen van rond de 18 jaar, zeg maar. Hoe waren hun reacties? Nou, dat was wel heel leuk. Hoe dat zij naar de oudere mensen kijken, maar ook over de vooroordelen die er dus zijn. Mm-hmm. En wat ik heel opvallend vond, was dat mensen met een allochtone achtergrond, dat die heel anders tegen mantelzorg aankijken dan wij. Oh, hoe? Voor hen is mantelzorg, je moeder in huis nemen, veel normaler als dat wij hier in Nederland doen. Hmm. Wij stoppen ze hier in een tehuis weg en we zetten er een verpleegster op en we komen in één keer in de week een bloemetje brengen. Ja. En daar is mee klaar. Maar in andere
leefgemeenschappen wordt daar anders over gedacht. En dat kwam wel heel erg naar voren toen. Mm-hmm. Ja. Nou heb je ook een aantal jaren geleden als acteur gespeeld in een serie van videoclips. Een beetje fantasy erbij. Hoe was dat als je dat vergelijkt met acteren op de planken? Ja, die videoclips, dat was altijd leuk om te doen natuurlijk. Hè. Van, het is ook, ik heb heel veel geregisseerd, mm-hmm. maar het is ook leuk om geregisseerd te worden. Ja. En gewoon dingen op te volgen. Ik heb ze gezien, je hebt het prachtig gedaan. Ja, dankjewel. Nou, ik ga ook binnenkort de film weer bekijken. En het is een mooie gelegenheid om iedereen weer eens te zien en te spreken. Dankjewel voor het interview en veel succes. Ja, graag gedaan. En dan zie ik je bij de uitvoering van de film. Zeer zeker. Oké.